Ja, Marcel, dit had de ploeg even nodig. Gewoon een geweldige wedstrijd gespeeld. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ah, ja, goed gestart. Uh, ik denk dat we daar al zoveel dreiging hadden en kansen. En daar kwam uiteindelijk ook de rode kaart uit. Uh, dus ja, ah, goed veldspel, veel beweging. Uh, ja, heft in handen. En uh, ja, na de rode kaart even gezocht, maar uh, ook alweer weer snel wat gevonden, doelpunten gemaakt. Domper was de 2-1 voor rust, vond ik. En ik... ik we hadden eigenlijk al op de bank ook gezegd: van, ja, goed, het enige waar ze nu nog gevaarlijk uit kunnen zijn is uitstander situaties. Want ze hebben veel fysiek. Um, en dan valt hij ook nog net vlak voor rust. Um, uit de stand die, die prachtig ingeschoten is, overigens. Maar uh, ja, dat vond ik wel even een domper. En uh, nah, nah, wel professioneel opgepakt na rust. Het was wel een hele goede wedstrijd. We hebben uh, eigenlijk go ahead stuk gespeeld. En, uh, we hebben tegen de Dordrecht een goede wedstrijd gespeeld. Tegen de RKC hier thuis een goede wedstrijd gespeeld. Ja, nak ook wel, denk ik. Maar uh, ja, als je je met 4-1 van Go Head wint, win dan, uh, ja, dan mag je niet klaar. Ja, ook nog eens tegen jouw ploeg. Uh, je hebt van tevoren wel uh, deze week contact met, uh, met wat oude spelers uh, van jou gehad. Uh, hoe ging dat? Ja, dat is toch een beetje hoe het, het in zeilt bij, uh, nou ja, bij, bij de clubs. En, uh, ik ken natuurlijk veel jongens en uh, de assistent-trainer Boerenbach heb ik veel contact mee. En, uh, ja, dat is gewoon uh, hartstikke leuk, maar er wordt niet over uh, uitslagen of, uh, of iets gesproken. Het is gewoon uh, ja, eigenlijk koetjes en kalfjes en uh, ja, hoe het met elkaar gaat. En, uh, dan zie je elkaar hier en dat is, uh, ja, is, uh, is hartstikke leuk. En, uh, ja, de supporters van Go Ahead ook geweldig die, die me toezingen. En, uh, ja, het is uh, ja, kippenvel eigenlijk. Ja, maar goed, ze, ze kwamen eigenlijk allemaal de kleedkamer binnen van uh, uh, wij, wij zijn gewoon goed nu en wij gaan dit gewoon dit moet gewoon uitgespeeld worden en dan kan natuurlijk altijd nog wel weggeven, uh, maar uh, ze waren wel in, in die positieve uh, sfeer zeg maar dat uh, ja iedereen zat goed in de wedstrijd en dan is het makkelijk voetballen ook de tweede helft en natuurlijk uh, kun je tegen een domper aanlopen maar we wisten eigenlijk ook wel dat we nog goals gingen maken dus dat geeft ook wel rust. Ja, en Kolder speelde geweldig. Uh, had veel balverlies tegen Almere City en vandaag bijna niet. Ja, een kopbloeder voor de goal. Uh, is dat dan toch de oude ploeg wat hem wat extra geeft? Uh, nou, dat zou niet moeten, uh, maar uh, ik kan me voorstellen dat je misschien uh, die motivatie ook wel ietsje daaruit haalt. Maar uh, je moet elke wedstrijd gewoon maximaal gemotiveerd zijn. Ik denk dat Mani's dat ook gewoon is. En de ene week loopt dat beter dan de andere week. Uh, ja goed, uh, ik blijf altijd wel kritisch zeg maar naar alle spelers en uh, heb twee fantastische calls gemaakt en heb een uh, aantal ballen goed vastgehouden. Maar ik heb ook een uh, of twee gezien die... Uh, <laughs> ja dus uh, nou, we moeten nog even de slag. Ja zeker ken ik die. En uh, ja je weet natuurlijk uh, ja, dat, dat ze uh, ja, doordekken vinden ze niet zo heel leuk. Dus ja dan zak je een beetje uit en uh, speel je een beetje mee. En uh, ja daar hadden we met lopende mensen vanuit het middenveld en uh, onze zijkanten die dreigend waren, ja, hebben we daar heel goed van, uh, van geprofiteerd. Uh, dan maak je de 2-0. Overigens, je had ook eigenlijk al de 1-0 gemaakt. Hè, want dat was uh, bij die rode kaart. Schiet jij die bal vanaf 40 meter binnen als de blanke uh, even twee seconden langer wacht, maak jij gewoon die 1-0. Uh, had je maar geteld? Ja, zeker. Want dat was een nadige goal geweest met, uh, met mijn chocoladebeen. En, uh, maar ja, de scheidsrechter had gefloten en die gaf rood En uh, ja, daardoor werd het de wedstrijd wel een stuk makkelijker voor ons. En, uh, ja, liep je uit uh, naar 2-0 en komen zij op slag van rust nog wel terug. Wat, uh, ja, wat in het begin van de tweede helft nog wel lastig was, want ze kregen nog wat standaard situaties mee, wat, uh, wat dreigend was. Maar eigenlijk hebben wij, uh, ja, moesten wij 3-4-5-6-1 misschien wel maken. En uh, ja, is 4-1 een uh, ja, goede uitslag voor ons. Ja, dan mag je in blessure tijd nog een vrije bal nemen. Ik wist niet dat jij uh, vrije ballenspecialist was. <laughs> nou ja, ik ben eigenlijk de enige links linksboot uh, ja, en, en, uh, en Gabi, yallo. Maar uh, ja, we, we oefenen er heel veel op uh, voor de training en uh, ja, dat, dat, uh, ja, dat helpt mee nu. En uh, je ziet dat, dat je, ja, als je ergens op traint, dat het uh, er ook uit kan komen. Jallo was verdediger had er al één gemaakt. Die moet er dan geen twee maken, hè? Nee, precies. Dan moet je aan de spits overlaten. Dus uh, het kwam allemaal goed. Ja, goed. Uh, co is denk ik kampioenskandidaat. Uh, zit bij de top drie. Uh, als je dan dit op de mat legt, dan uh, is het wel duidelijk dat wij ook gewoon de afgelopen weken... Uh, iets te weinig punten gehaald hebben. En uh, uh, dat heb ik een paar weken geleden ook al gezegd. En dat, daar blijf ik nog steeds bij. En, uh, uh, vandaag was mooi, volgende week is Volendam en dan moeten we het ook weer laten zien. Ja, ja zeker. Dit uh, nemen we mee en uh, dit geeft vertrouwen.